Auto is nog ruim 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Officer Steven aan de binnenkant begint hard. Aan de buitenkant Race for Fame. En helemaal aan de buitenzijde Hendrik Scott. Die paarden hebben allemaal één ding gemeen. Ze worden allemaal getraind door Dion Tesselaar. Ze liggen 1, 2 en 3 op dit moment. En zo gaan ze ook de bocht in. Buitenzijde Hendrik Scott. Die wil de leiding overnemen van Race for Fame. Daarachter op plaats 3 oriënteert zich al een beetje naar buiten. Officer Steven. Die komt daardoor voor Gigi Lamoroso. Daarachter aan de relingzijde ligt Vistoso. Dan een klein gaatje naar Heina Attack. En achter Heina Attack liggen de twee outsiders in het veld. Francisca en daarachter Estella Kingsteep. Paarden in de rechte lijn overzijde en ze liggen nog altijd in dezelfde volgorde. Officer Steven is weer teruggegaan naar binnen en de leiding is daar in handen nog altijd van Hendrik Scott en die springt weg. Hendrik Scott maakt een fout aan kop en de leiding wordt nu overgenomen door de tweede van het treintje en dat is Race for Fame. De zes is uitgeschakeld, u kon het misschien half meekrijgen, maar Hendrik Scott is eruit en zo gaan de paarden de bocht door. Deelnemer die aan de leiding ligt is Race for Fame. Daarachter op 1,5-2 lengte ligt Officer Steven. Derde plaats is voor Vistoso. Vierde plaats is Gigi Lamoroso. Op de vijfde plaats Heine Attack. Zesde ligt Francisca. En zevende en laatste is Estella Kingsteep. Komen voor de tribune en Bakker kijkt een keer achterom. Deelnemer die achter hem ligt is de favoriet. En zelf leidt hij met Race for Fame. Die gaat sterk. Race for Fame met nog een ronde te gaan. Dan twee lengte daarachter Officer Steven. Die wordt gevolgd door Vistoso die vandaag weer terug is in Wolvega. Dan Gigi Lamoroso aan de buitenkant gaat nu naar het tweede spoor met nog een kilometer te gaan. Heine Attack. En dan volgen nog Francisca en daarachter Estella Kingsteep. Paarden gaan door de runnersbocht. Met Bakker aan de leiding. Bakker met Race for Fame wordt gevolgd door Officer Steven. Vistoso op de rug van Dion Tesselaar. En daarachter volgt dan Gigi Lamoroso. De buitenzijde probeert naar voren te komen. Heine Attack. En zo zijn de paarden in de rechterlijn overzijde. En daar gaat Officer Steven. Officer Steven naar het tweede spoor. Hij deed de richtingaanwijzer uit en is er meteen voorbij. Neemt de leiding over. En Officer Steven gaat als eerste op weg naar de laatste bocht. Ook Vistoso nu naar het tweede spoor. Wil ook voorbij aan Race for Fame. Maar die vecht nog even terug. En Gigi Lamoroso ligt vierde. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht met een groeiende voorsprong voor Officer Steven. Officer Steven op plaats 2 Vistoso. Dan een gaatje naar Race for Fame. En aan de buitenzijde komen andere paarden naar voren. En daar zit ook Heine Attack bij. Heine Attack gaat door het derde spoor. Het tweede spoor voor Gigi Lamoroso. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Grote voorsprong voor Officer Steven, die is op weg naar Berlijn. Vandaag nog niets, maar hij zet wel alvast een uitroepteken bij de datum, de derby in Berlijn. Daar gaat hij straks heen. Officer Steven wint het met een straat. Tweede plaats, heel makkelijk, Vistoso. Derde plek is voor Gigi Lamoroso. Vierde wordt Heine Attack. Vijfde is Francisca. En zesde Estella Kingsteep.